De voorbereiding voor lancering van het Nationaal Mensenrechteninstituut heeft gisteren in Hotel Torarica plaatsgevonden. Dit instituut heeft ten doel het beschermen en bevorderen van de naleving van mensenrechten. Het Nationaal Mensenrechteninstituut, opgenomen in een conceptwet van het ministerie van Justitie en Politie, zal worden aangeboden aan de Nationale Assemblee. Margo Waterval, mensenrechtenspecialist, zegt dat dit instituut de brug zal zijn tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld. Met dit instituut krijgen we dan weer hoop voor de toekomst van mensenrechten in Suriname. Omdat dit instituut, dit Nationaal Mensenrechteninstituut, gebaseerd is op de PERS principles. En deze principles, het zijn eigenlijk beginselen die zijn aangenomen in 1993. En die eigenlijk de Nationale Mensenrechteninstituten richting geven. Deze PERS principles hebben 4 onderwerpen die nader belicht zullen worden. En de 4 onderwerpen van de PERS principles, dat zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daar kom ik later terug. Samenstelling en garanties voor onafhankelijkheid en pluralisme. Dat betekent dat de procedure om te komen tot de bemensing van dit instituut transparant moet zijn. En dat instituut moet eigenlijk, de bemensing moet zijn een weerspiegeling van de samenleving. Op 15 januari is de commissie Mensenrechten door justitieminister Kenneth Amoksi geïnstalleerd. Mensenrechten zijn heel belangrijk voor een samenleving, zegt minister Amoksi. Hij wijst erop dat niemand binnen de samenleving op geen enkele wijze gediscrimineerd mag worden. Deze rechten moeten beschermd worden met het oog op de verdragen waaraan wij ons hebben gecommitteerd. De mensenrechtenverdragen waar Suriname partij bij is, leggen ons internationaal de verplichting op alles aan te doen om de burgers te beschermen. En ik denk dat het een goede gelegenheid ook is om eigenlijk al deze verdragen te benoemen, waaraan we ons hebben gecommitteerd. De minister zegt dat het instituut de gelegenheid moet krijgen haar werk zo onafhankelijk mogelijk te doen. Alleen op die manier kan haar volle potentie bereikt worden.